zit hiernaast. Roger Wallenburg en Randy Sambo. Hoe lang zitten jullie al in jeugd? Ben je al bij lang, hè? Hoe oud was je toen je kwam? 7. 11 jaar geleden? Ja. Ook zoiets, 7, 8. Ik denk 13 jaar geleden zelfs. Je bent ouder, hè? 20. Ja, bizar. Ik heb vandaag een aantal mooie stellingen voor jullie, maar eigenlijk over jullie team, over Jong PSV. Het is gewoon roepen wat in je opkomt, wat je denkt, deze persoon past hier het beste bij. Zeg maar, ik zeg als eerste, wie kan het slechtst tegen zijn verlies? En dan roepen jullie allebei. En je mag ook jezelf zeggen, hè? Mag ook, is niet verboden. Ik weet het niet, maar... Wie er echt veel discussies van maken, dat zijn wel Thij, Xie. Je weet dat ze dit terugzien, dus je gaat het niet zeggen. Je moet je niet inhouden. Ze zijn er niet bij, er zit niemand, er zit een lege kleedkamer. Deze wil iedereen met trots raken. Wie is de grootste versierder? Gaan ze zeker allebei zichzelf zeggen. De versierder, hè? Ik denk Andrew. Ja, Andrew van den Bosch. Ja? Hebben we allebei een in? Jullie? Ja. Oh, zo. Saai. Wie staat er het langst onder de douche? Ik. Dat is wel eerlijk. Ja, klopt. Het is ook wel zo'n ding. Wie staat er langst voor de spiegel? Is dat dan een beetje hetzelfde dan ook jij? Ik zag je net nog even snel crampie opdoen. Hè? Dat valt meteen op. Je hebt altijd die jongen. Je hebt altijd verschil tussen. Je hebt altijd dat je gaat opnemen. Dat er dan een paar zijn die dan denk van. Oh, altijd. Maar ik zag hier geen spiegel in de kleedkamer hangen. Heeft dat een reden? Geen idee, we vragen er wel vaak om, maar hij hangt nog steeds niet. Ik ben een keer bij Valencia geweest, weet ik, en daar vertelden ze van, daar hadden ze bewust geen spiegels hangen, maar dat is hier. Nee, dat is hier niet. Niet dat je weet, oké. Okay. Je komt er altijd te laat, of zijn jullie geen laat? Oh. Dat is slecht, hè? Ik heb gehoord, voor proppen was echt slecht te laat. Ja, het is altijd slecht. Ja, we komen niet te laat, man. Eerlijk zijn, toch? We hebben wel mensen die altijd een beetje... Je moet eerlijk zijn, Esso. Ik denk, Cyril komt al vaak laat. Moet je dan wel ver komen? Ik weet niet, wonen jullie allemaal in de buurt? Nee, jij komt uit de buurt, zou ik? Ja, kwartiertje. Nee, Utrecht. Jij wel echt Utrecht. Wie is het meest, zo staat het er niet, maar zo ga ik hem wel stellen. Wie is er het meeste aandachtsgeld media? Wie is het meeste social media, tech, Instagram, post, iets? Maar dan post je eigenlijk. Maar media geld klinkt misschien een beetje negatief, maar ik bedoel maar ik ben dat ook, zeg maar. Ik zie Richie wel vaak. Desma. Nee, Lonnie. Wie heeft de meeste volgens? Is dat nu Noni, omdat die al de tegenaan zit, denk ik? Ja. Ik heb al een aantal keren gespeeld. Wie heeft het raarste bijgeloof? Hebben jullie bijgeloof überhaupt? Nee, ik ook niet echt. Maar is er iemand in het team waar je af en toe van denkt van gozer, wat ben jij in godsnaam mee bezig? Ja, dat valt wel mee, hè? Het valt wel mee, eigenlijk. Wie werkt het hardst in de gym? Dus wie is de meeste aan het pompen en bezig met... Kian van Dolle. Ja, omdat ook allebei meteen eens. Ik kan me voorstellen, allebei meteen... easy ace zijn. Wie ligt het vaakst op de grond tijdens de training? En dan schwalbe of niet, maar gewoon die altijd, oh pijntje hier, oh hij werd geraakt, oh meteen, zeg maar. Richie's enkel, altijd. Jullie zijn allemaal verdedigd, toch? Ja. Dat is echt goed, hè? Dus weer brengen, maar dat jullie niet heel veel op de grond, jullie delen ze uit, jullie interesseren niet. Klopt. Dus jullie zijn degene die ervoor zorgen dat Ledesma ook keer op de grond heeft. Ja. Altijd wel enkel. Wie heeft de slechtste kledingstijl? Chatic? Ik hoor vaak al, want ik heb deze vraag aan meerdere gesteld. En vaak is het een beetje buitenlandse jongens, want die natuurlijk gewoon een andere cultuur, een andere stijl. Maar die hebben jullie er geen echt tussen zitten? Die echt, dat je denkt van, misschien is dat in jouw land normaal, maar als ik het hier zie, dan denk ik van, hè? Wat draag je in Rotterdam? Dat valt mij. Oké. Wie is de grootste grappenmaker? Een klauw. Gewoon in de kleedkamer, hè? Ja? We hebben hier geen quiz, want er werd voor de opname zo. Dit is toch geen quiz, dit is geen quiz, maar wie is de slimste speler? Je kunt niet jezelf spelen, dat heb je net voor de opname verraden. Zeg niet tegen mij, we gaan geen quiz doen, toch? Ja, eerlijk, ja. Ik weet niet hoe gaat dat tegenwoordig met school? Ik ken nog wel wat huidige voetballers die echt een VWO hebben afgemaakt ofzo. Ik niet. Ik weet wel dat allemaal een VWO is gedaan, volgens mij. Afgemaakt. Wie kan het beste dansen? Sekko. Dat is echt letterlijk, die had ik meteen verwacht. Yeah. Deze had ik wel verwacht. Hij is ook altijd van dansen. Hij is altijd overal. Gym, hier in de kleedkamer, voor de wedstrijd, na de wedstrijd.
En dan de DJ in de kleedkamer. Nee, maar ik zet die box aan. Ja, sigaretmeester. Oh, we gaan een beetje door in de muziek. Je kan het beste zingen. Of is het van, hou allemaal mijn klep dicht, je kan allemaal niks van. Ja, denk het wel. Voor mij wel. Ik kan mijn klep dicht. Wordt er nooit gezongen ook niet naar overwinning? Ja, ja, ja. Sowieso wel. Ja, maar dan is het meer schreeuwen. Dat is niet zingen. Ja, oké, okay, dat is herkenbaar. Ik vind deze leuk. Je kunt jullie hopelijk niet jezelf als antwoord geven. Wie zit het vaakst op Tinder? Lekker smart. Ik heb dat niet. Nee, nee, ja, lijkt me raar dat jullie het zouden hebben. Maar je weet al jongens die een beetje swipen. Tinder, nee man, die weet echt niet. Blijf stil. Oh, ik weet al wie het is. Ja, wie dan? Maar jij jonger, Nairo. Oh, dude. Ja. Komt erop. Nee, komt erop. Ja. Komt erop. Wie is de slechtste chauffeur? Heb je al ooit bij iemand in de auto gezien dat je daar gewoon gozer? Nee, John Thomas. Nee, wat dan? Nee. Ik heb nog nooit bij mijn auto zitten, maar shit. Dit is echt de meeste. Ik snap niet waarom dit ertussen staat. Ik denk dat jullie niemand hierop kunnen antwoorden. Wie leest de meeste boeken? Is er iemand die überhaupt een boek leest hier? Ik denk het niet. Nee, dat denk ik ook niet. Op überhaupt dit hele complex. Ja, misschien een trainer, nee. maar een speler? Nee. Dit is ook een vraag uit 1970. Ja. Trouwens, misschien moet hij als keur doen. Ja. Ja, is dat zo'n wijze. Ik vind dat wel een beetje wijze mensen. Ik lees ook nooit, dat is echt slecht eigenlijk. Het is op zich wel goed voor je, maar ja, ik heb er ook niks meer, ik snap het goed. Maar het zijn in elk geval wijze mensen. Wie vindt zichzelf het breedst? Dus het is niet wie is het breedst, maar wie vindt zichzelf het breedst? Justin Daas. Die is het ook wel een beetje, toch? Ja. Maar een beetje, dat is hem, die is misschien ook wel het breedst. Ja, maar die is er ook het meeste, die komt er wel vooruit van. Kijk even. Vandaag nog, toevallig. Vandaag, toevallig. Ja, toevallig. Ja. We zijn nog bij de laatste. Dit is, ik hoop niet één van jullie twee, maar het zou best wel eens één van jullie twee kunnen zijn. Je krijgt er de meeste panna's, en je moet eerlijk zijn. Je bent de verdediger, dus je incasseert ze sowieso. Ik ga je niet geloven als je, ja, ik krijg ze wel. Krijgen ze wel, maar niet de meeste. Is er niet iemand die er echt veel panna's krijgt? Een bekje of zo? Wie deelt ze uit? Ik kom. 100%. Centraal achterin, gewoon risico erop, gewoon door de beentje. Vandaar, jij lacht er niet uit. Ik ben niet op dat, man. Nee? Nee. Vandaag nog wel. Panna's leuk, man. Ik ga niet helemaal van, weet je wel. Nee? Je hebt sowieso wel bij die helemaal leuk, ja. Maar dat zijn toch altijd die rechts en links buiten. Ja, maar die blijft de hele training doorpraten. Ja, dan denk je, ik schop me gewoon een keer neer, hij is een handelding. Ja, nee, dit is gewoon die standaard voetbalding. Ik vind het mooi, dankjewel mannen. We gaan jullie in de gaten houden dit jaar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, doe even een duimpje omhoog, vergeet je niet te abonneren, tot de volgende keer. Ciao.